Wat ik in die periode ook heel lastig vond, is dat ik al iets van 9 jaar hè, prima werkte. En dan word je ziek, iets waar je ook niet zelf voor kiest. En dat je dan op zo'n manier met je om moet gaan, alsof er dus niet meer wordt gekeken naar de Jessica die van tevoren was en die hè, prima ook haar bijdrage deed en hè, ook prima beoordelingen had. En opeens wordt er anders met je omgegaan. Dat voelde voor mij zo akelig. Daar heb ik me echt ook wel door gevoeld dat alsof ik niet meer gezien werd. Niet meer gezien werd voor dat alleen mijn zieke deel werd gezien en niet meer mij als totaalpersoon, zeg maar. Ik ben, zeg maar, of meerdere collega's met mij door een reorganisatie, dat gaat volgens een heel net principe. Ik weet ik kan dat nooit aangeven of het mijn ziek zijn daar een rol in heeft gespeeld. Ik heb dat echter wel zo ervaren. Zeker omdat er op een gegeven moment wel weer ook nieuwe functies toch weer kwamen binnen dezelfde afdeling waar ik werkte. Waarbij dan tegen mij werd gezegd dat een senior functie was. En dat ik niet daar de senioriteit voor had. Terwijl in de reorganisatie was ik wel afgespiegeld tegen iemand die wel senior was. In de periode dat ik werkzoekende was, was ik ook in behandeling voor mijn autisme. Dat werd gecombineerd met elkaar. Ik kreeg een jobcoach bij de GGZ of een arbeidscoach bij het GGZ. En we zijn samen eigenlijk weer begonnen van oké, waar sta je, wat wil je gaan doen? Ik wilde niet meer in de zorg werken, maar ik had wel die diploma's. Er moest geld op de plank, dus ik werd naar de thuiszorg gestuurd. Grote thuiszorgorganisatie, open geweest over mijn kwetsbaarheid. En toen werd er gezegd van ja, je bent al 8 jaar verpleegkundige, maar dit is een nieuwe CAO. Dus je moet helemaal op nul beginnen. Dat was vreemd. Ik zei, waarom? Ja, we willen wel zeker weten dat je je werk goed kunt doen, wordt er dan gezegd. En dan denk je van ja, maar daar is mijn proeftijd voor. Nou, toen ik in dienst kwam daar, vanwege een nieuwe CAO en omdat het allemaal nieuw zou zijn voor mij, werd er besloten van oké, je bent HBO geschoold, je hebt werkervaring. We zetten je in de laagste salarisschaal, niet van de HBO, maar van de MBO. Dus in plaats van schaal 45, schaal 40. Dat zouden ze dan een half jaar aanzien. En na het half jaar zou ook een evaluatie komen en dan zou ik netjes betaald gaan worden. Dus daar stemde ik in eerste instantie mee in. En na een half jaar wordt dat gesprek niet gevoerd. Mijn vriend en ik waren alle twee gestopt. We zijn samen gestopt. We zijn samen ook uit een verslavingskliniek weggelopen. Hij zat 17 maanden, ik 9 maanden. En we zijn uiteindelijk samen weggelopen. En we zouden samen op een gegeven ogenblik aan het werk gaan. En ik ging me in laten schrijven bij de uitzendbureaus. En hij ging zich laten inschrijven bij de uitzendbureaus. Nou, ik had al heel snel werk. Eigenlijk al binnen een week. Omdat ik al van tevoren goed had nagedacht over van, ga ik dit nou vertellen dat ik verslaafd ben geweest bij die uitzendbureaus of niet? En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat vind ik eigenlijk niet de moeite waard om voor een uitzendbureau te vertellen dat ik verslaafd ben geweest. Maar ja, ik moet wel een oplossing vinden voor het gat van 10 jaar dat ik niet gewerkt heb. Dus ik heb als excuus gebruikt dat ik voor mijn kind moest zorgen. Ik had een zoon, dus daar moest ik voor zorgen. En daarom had ik niet kunnen werken. Dus ik was eigenlijk al vrij snel aan het werk. Maar mijn vriend die kreeg maar geen werk en geen werk. En elke dag, ik zeg, nou, ik kreeg bijna het idee, hij wil niet werken natuurlijk. Hij wil zeker weer gaan gebruiken. Dat idee kreeg ik al, om over stigma's te praten. Dus dat doe ik zelf ook. En toen ben ik eens aan hem gaan vragen van, goh, hoe komt het nou dat jij niet aangenomen wordt? Ja, zegt hij, ik ben altijd eerlijk. Ik vertel dat ik verslaafd ben geweest, dat ik opgenomen ben geweest en dat het nu goed met me gaat. En dat ik in het verleden detentie heb gehad. Ja, dat snap ik natuurlijk dat jij niet meer aan het werk komt. Dus ik heb hem geadviseerd om naar een uitzendbureau te gaan en dat niet te vertellen. En toen had hij ook binnen de week werk. Wat ik al zei, ik hoop echt dat we gaan kijken gewoon naar iedereen. Ongeacht psychische kwetsbaarheid van wat kan iemand, waar is hij goed in en hoe kan hij mijn bedrijf dienen.